Flow. See you later. Ik ben Bert van Bruut en ik ga wel kort wat vertellen over mijn zaak. Wat doet Bruut? Wat is Bruut? Eigenlijk verderzetting van een traditie. In mijn familie is er drankproductie geweest, voornamelijk Genevers, maar is er ook wijnhandel geweest tot eind jaren 70. Bruut is eigenlijk een, noem het maar, erg uit de hand gelopen hobby. Ja, mijn hobby was drinken. Dus ik verkoop drank. Bruut doet uiteraard premium wijnen. Bruut doet ook heel veel dingen die voor iedereen heel erg toegankelijk en betaalbaar zijn. Een wijn waar ik heel veel mee werk is dit hier, Gorgorito. Het Spaanse Rueda. Heel frisse stijl. Wijn voor alle gelegenheden. Ja. En dat hebben we rond de 5 euro op prijs kost. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja. Persoonlijk hou ik hier heel erg van. Ulse de Mel. Het zijn niet gesulfiteerde natuurwijnen. Uit Catalonië. Ook heel erg mooi is Navardia. Navardia is een domein in Rioja. Rioja, heel belangrijk wijngebied in Spanje, vooral voor de rode wijnen. En ze werken zeer natuurlijk, zowel in de wijngaard. En in de wijngaard betekent dat eigenlijk harder werken, omdat ze geen chemische bestrijding mogen gebruiken, enkel natuurlijke. In de Spaanse wijnen spreken we van Joven. Crianza, Reserva, Gran Reserva, en dat wijst of dat duidt aan hoe lang de wijn eigenlijk op val gebleven heeft. Ja. Dus de wijn in 2008, die begint al heel mooi in zijn pooi te komen, zeg maar. En dit is een fantastische fles van Nonino. Ook weer Italiaans, heel sterk in vormgeving. Zeg het echt fles. Dit is bijvoorbeeld de Nonino Moscato. De klassieke stijl grappa is eigenlijk niet gekleurd. Zeker eens even een reuken. Wat ruiken we mo? Wat zijn zo'n fles? Roosblaadjes, nee? Jawel. Ja, jawel. Dat is exact waar. Ja. Zeer mooi. Zeer lekker. Ja. Maar er zit ook een prijskaartje. Waar ik ook heel graag mee werk. Is dit hier Tas Morcan, Barbera, Noord-Italiaans dus, uit Piemonte. Barbera wordt heel vaak zwaar op hout gelaagd. In dit geval is dat heel erg fris gemaakt, de frisse zuur op de elegantie, de verfijning. Dit is een ideale wijn voor bij de feesten. Die kan je bijvoorbeeld wel blijven drinken. Ja. Tot als het uiteindelijk toch veel wordt. Iets waar we ook zeer graag mee uitpakken is de Rebel. Heb ik ontwikkeld samen met 5 vrienden. Eigenlijk als een soort grap. Het zijn 2 gins. Dit is, zoals je kan zien, degene met een paarse violet tint. Ja. Dat is iets wat in de smaak zit, wat we in de kleur hebben laten terugkomen. Ja, dat is met natuurlijke kleurstoffen bijgekleurd. Maar zit ook zeer duidelijk in de neus en de smaak. Dus dit is de meer florale van de 2 gins. Nu, we krijgen zeer goede kritieken op. We hebben nog nooit promotie gemaakt, ja. Tenzij via sociale media. Celine, kent je VGT nog? Ja, nog veel. Hey, we zijn er al eigenlijk. We zijn een beetje te laat met vloggen. We gaan vandaag naar een whisky tasting. Het is eigenlijk van een oud leerkracht van mij en Celine Ilse. We zien die daar. Wie zit jij in de
Ik ben Kurt, ik werk als whisky freelancer voor een deur Nectar in België. En ik doe dus regelmatig van die open deurdagen bij de klanten van waar vers en whisky haalt. Ik heb er ook niks meer naartoe gekend. Eerst als pauze gevaarlijk zijn, bij de eerste zeker, dat heeft even geduurd voordat die echt opgepikt werden. Wij proeven vandaag de Brilliant. Wordt in ieder geval aantal prijzen gewoon deze Brilliant. Wordt zelfs omschreven als liquid gold. Dus sommige gewone bieren hier, er gewoon geen leeftijd op een whisky wordt gedaan. En dan noemen ze de NAS whiskies of de No Age Statement whiskies. De bourbon zie je dat ook heel vaak. Nu Michter heeft ook een 10-jarige bourbon, die specifiek echt 10 jaar is, maar deze heeft dus geen leeftijd gekregen. Deze laat hier meter of vroeger een flasje? Als over drank gaat, dan kan ze dat echt. Nee. Zo iedereen zijn talentje. Als je dat zegt. Wij gaan vandaag... Wat dubbele kin? Wat dubbele kin? Nee, ik heb geen dubbele kin. Hoe kan ik dubbele kin aan mijn baard? Nee, Willen jullie kans maken bij een van deze twee schitterende flessen gin? Exclusief Gin from Lynn, The Rebel. Like ons pagina op Instagram. Wij wat? Hier. En Bruut. Daar. En dan kun je kans maken op deze schitterende flessen. Zeer exclusief. Gemaakt door van Gertruiden zelf. Oké, schu. Hij staat met mijn mensen. Ja,